Nog een dingetje, moeten we ook even genoemd hebben. Ik hoor het Overmars al zeggen, deze transfer is al maanden in de maak. Jouw vader heeft gezegd, jij heeft het gezegd. Heeft er allemaal niks mee te maken dat jouw vader nu ook bij Ajax zit als commissaris? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Omdat mijn vader commissaris is, mocht hij ook juist helemaal niks te maken hebben met deze deal. Ik heb daarvoor al verder zonder mijn vader ook in het buitenland gezeten. Dus ging ook redelijk? Het ging ook redelijk, dus ik heb, dat heeft niet een rol gespeeld, nee. Wat ga je eigenlijk brengen? Ja, wat ik zei, ik ben nu sterk, ik ben ambitieus. Ik wil gewoon de positiviteit overbrengen en prijzen winnen. En allereerst moeten we gewoon focus hebben, wedstrijd qua wedstrijd. Eerst Stormgrass en van daaruit gaan we verder. Je bent toch eigenlijk ziet, moet ik zeggen. Een paar kampioenschappen, Europa League en misschien nog wel meer. Tuurlijk, daar gaan we voor.